Morgen. Mijn naam is Jan-Jop Koops. Ik werk als Business Development Manager bij Data Analytics. Ik zit ook in het MT van Data Analytics. En mijn belangrijkste werkzaamheden zijn de productondersteuning en de fit tussen de producten enerzijds en de klanten die we hebben anderzijds. En met name op langere termijn, dus waar moet het naartoe gaan groeien? Nou, ik ben begonnen bij Data Analytics op marktinformatie. Wat ontzettend leuk is, want tot en met het NS Journaal gebruiken ze onze cijfers, hè, als het om de automotive markt gaat. Daar mogen we best wel trots op zijn. En daarna ben ik eigenlijk doorgegroeid in de verbreding naar alle voertuigdataproducten die we hebben. En sinds vorig jaar vanuit Data Analytics alle producten, dus ook de consumentendata erbij. En daardoor kan ik eigenlijk vanuit buiten als een klant kan ik naar ons kijken, omdat ik de hele portfolio nu eigenlijk mag ondersteunen. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Sinds vorig jaar januari ben ik in het MT van DNA gekomen en dat is wel voor mij een ontzettende ontwikkeling geweest. Nee, toen ik erin kwam dacht ik, dat doe ik op vrijdagmiddag er wel even bij. Dat is ook echt een baan en daar heb ik toch echt andere skills voor nodig en heb ik behoorlijk moeten doorontwikkelen. Zowel persoonlijk als ook in mijn werk zelf met mijn collega's en richting de bovee mij. En dat is wel een hele leuke ontwikkeling mee te maken. Bij ontwikkeling, kijk ook even naar je persoonlijke ontwikkeling. Twee weken geleden hebben we een hele lieve collega van ons afscheid van moeten nemen. En ik heb persoonlijk ook in mijn eigen familie wel dat soort situaties meegemaakt. En dan ga je wel nadenken over wat je nog wil bereiken. En mijn advies zou zijn, als er kansen langskomen, pak die kans, ga vooruit. En wacht niet lang daarmee. Maak die keuze.